Parsa Mabout werd eind vorige maand doodgeschoten in Rotterdam. Terwijl hij op een oprit bij vrienden aan het barbecuen was. Vanavond nieuwe aanwijzingen naar de daders. Parsa Mabout, 21 jaar. Hij werd bij veel jongeren bekend nadat hij een legendarisch boos straatinterview gaf op YouTube. Hij startte een eigen kledinglijn en werd veel gevolgd op sociale media, waar hij de naam Parsa 010 gebruikt. Zondagavond 28 mei is hij bij vrienden aan de Paardenbloem in Rotterdam omhoord aan het barbecuen, wanneer een man op hem afkomt lopen en begint te schieten. Parsa overlijdt vrijwel direct. De schutter en een handlanger ontkomen in een vluchtauto die even later wordt achtergelaten op de Zernikeplaats. Ja, er zijn nog geen arrestaties in deze zaak gedaan, maar gisteren zijn er huiszoekingen geweest in Rotterdam, Oud-Matenesse en Capelle aan de IJssel. Een heleboel ontwikkelingen dus. Daarom nu even via de telefoon, mevrouw van der Hoogt. U heeft vanavond ook nog andere nieuwe informatie voor ons. Dat klopt. We gaan er nu van uit dat een moord op Parsa Mabout is gepleegd door twee jonge getinte mannen, waarvan één lang en slank is en de ander korter en wat dikker. Hij wordt steeds door getuigen omschreven als bol of vet. En we willen heel graag weten of die omschrijvingen, dus van die bolle man en zijn mededader, iemand iets zegt. Ja, en met name de combinatie van de twee mannen is dus opvallend. Nou zeker, we hebben dus betere signalementen inmiddels. En u weet ook meer over de vluchtauto van die daders. Ja, dat bleek een huurauto te zijn. En uiteraard kun je dan nog achterhalen wie de auto heeft gehuurd. Maar we hebben nog steeds niet kunnen vaststellen wie er zondagavond 28 mei in deze grijze Volkswagen Golf achter het stuur zat. Ja, dus mochten mensen in de omgeving van de Paardenbloem of de Zernikeplaats deze auto die avond hebben zien rijden en ze hebben nog niet met ons gesproken, dan horen we ze graag. En verder komen we ook nog graag in contact met een anonieme tipgever. En deze tipgever sprak ook over twee daders, waarvan er één een bolle man was. En met hem of haar zouden we dus heel graag verder willen praten. En als diegene nou niet de tipwijn wil bellen, dan kan hij of zij ook contact opnemen met het team Nationale Inlichtingen. Nou, laten we hopen dat diegene dat doet. Dank mevrouw Van der Hoogt voor de toelichting. En goed om te horen dat er nog altijd ontwikkelingen zijn. En er zijn natuurlijk veel details. Alles over deze zaak kunt u thuis nog gewoon teruglezen op onze site.